Bijna 3 jaar geleden is het alweer dat de coronapandemie in Nederland losbarstte. Ons land was slecht voorbereid en mensen met een vitaal beroep, zoals zorgmedewerkers, basisschoolleraren of politiemensen, kwamen veelal onbeschermd tijdens hun werk in contact met het virus. Nog altijd zitten nu duizenden van hen doodziek thuis. Ingrid heeft long-covid. Daardoor is ze aan huis gekluisterd. Ja, kom maar dan. Kippen voeren is het uitje van de dag. Ik zorg dat ik iedere dag even naar buiten ga. Dus ik ga in ieder geval altijd even, ook al is de weer nog zo slecht, ga ik toch altijd eventjes naar buiten. Ingrid werkte 33 jaar als leraar-ondersteuner in het speciaal onderwijs. Ja, het onderwijs moest natuurlijk doorgaan. En dat is logisch natuurlijk. Voor de leerlingen is het beste als ze op school zijn. Maar ja, voor mij heeft het helaas niet zo goed uitgepakt. Ja, er waren wel vaccinaties al, maar wij kregen geen voorrang. Het onderwijs kreeg geen voorrang. In maart 2021 liep ze, samen met een aantal andere collega's, corona op tijdens het werk. En iedereen is weer beter geworden, behalve ik. Ja. De meeste mensen genezen na een covid-besmetting. Maar sommige mensen, zoals Ingrid, houden langdurig klachten. Dat wordt long-covid of post-covid genoemd. Die vermoeidheid komt altijd heel erg ter sprake. Maar dat is het niet alleen. Hè. Het is ook concentratieprikkels, vermoeidheid, dat gekke gevoel in mijn lijf. Ik kan maar 800 meter wandelen. Dan is het op. En dan kan ik maar om de dag. En de meest simpele handeling, zoals het zetten van een kopje koffie, is voor Ingrid een uitputtingsslag. Mijn hartslag komt gewoon niet goed tot rust. Dat die hartslag vanuit het niets omhoog gaat en dan zakt hij. Dan duurt het ik weet niet hoe lang voordat hij weer zakt. Om maar beter te worden grijpt Ingrid iedere behandelmethode aan. Ik heb logopedie gehad, ik heb ergotherapie gehad, fysiotherapie. Mijn osteopaat geweest, ik ben bij een internist geweest, ik ben bij een neuroloog geweest. Maar niets helpt echt. Er is helaas nog niet heel veel bekend over de ziekte. Dus het zou heel fijn zijn als er gewoon wat meer aandacht komt, wat meer geld om onderzoek goed te doen, goede behandelingen. Want ja, zo komen we er niet. Mijn wekker gaat zo. Dan moet ik gaan rusten. Ik rust 5 keer per dag. Dat is eigenlijk het allerbelangrijkste bij long covid. Rust. 20 minuutjes. Start. Nou, ik ben nu 2 jaar ziek. En ik word binnenkort gekeurd door een verzekeringsarts. En dan ga ik een WIA-uitkering krijgen. En dan word ik waarschijnlijk arbeidsongeschikt. Afgekeurd. Ja, er is momenteel helemaal niks nog van aanvullend iets. Of ik voel me wel in de steek gelaten door de overheid. Ja. Ja, ik ben altijd nogal positief ingesteld, maar ik denk dat ik best mag zeggen dat ik slachtoffer ben van de coronacrisis. Bij mij in de studio dokter Loes Rijzenbeek-Nauwens, longarts en medisch adviseur bij C-Support. Dat is het centrum in Nederland dat mensen met langdurige coronaklachten ondersteunt. Welkom mevrouw Rijzenbeek. Dankjewel. De klachten die Ingrid heeft, het rusten 5 keer per dag, de hartkloppingen. Is dat een bekend ziektebeeld bij mensen met post-covid? Ja, helaas wel. Dit zijn 2 van de meest voorkomende klachten die mensen met een langdurig last na een covid-besmetting houden en hebben. Ja. En wat zijn nou de medische richtlijnen die bepalen dan heb je post-covid? Dat is een goede vraag. Officieel zegt de WHO dat iemand een coronabesmetting gehad moet hebben of op zijn minst aanwijzingen daarvoor. Het is niet altijd aangetoond natuurlijk met de testen die daarvoor zijn. En die klacht die moet hij langer hebben dan 3 maanden. En dan eigenlijk vanaf 3 maanden minstens 2 maanden. Zo. En de klachten zijn dan
eigenlijk dan nieuw ten opzichte van de situatie voor de coronabesmetting. Ja. En welke klachten zijn er nog meer, behalve hartkloppingen en vermoeidheid? Wat mensen zeggen is dat er ook vaak last is van cognitieve beperkingen. Dat wil zeggen dat ze last hebben met hun geheugen, dat ze niet helder kunnen denken, dat ze het gevoel hebben dat er een mist rond hun hoofd hangt. Maar de klachten kunnen eigenlijk op alle organen zo'n beetje van toepassing zijn. En ook op de spieren. Dus de moeheid is vaak gebaseerd op ook de zenuwen, de neurologische inbalans en ook op de spieren, maar ook komt er vaak nog bij dat mensen heel slecht slapen. Dus het is een heel complex multi-orgaanziekte, zoals we zeggen. Het is een ziekte die zich op verschillende organen manifesteert. Ja, nou, en de gevolgen kunnen echt verschrikkelijk zijn. Ik wil zo met u verder praten, heel graag. Maar we gaan eerst nog even naar een reportage kijken. Want als er een groep is die aan de frontlinie heeft gestaan tijdens de pandemie, dan zijn dat natuurlijk de zorgmedewerkers, zoals ook Melissa. Ik heb last van het gevoel van uitputting, van spierzwakte, cognitieve klachten, hoofdpijn, heel veel pijn in mijn benen. Ik voel me vaak benauwd bij de minste en geringste inspanning. Het is verschrikkelijk. Ik voel me een schim van wat ik ooit was. Melissa heeft long-covid. Ze liep het op in maart 2022 toen ze als verpleegkundig stagiair werkte op de intensive care van een ziekenhuis. Het was heftig om mensen zo ziek te zien. Maar het is onderdeel van het werk. Dus je gaat die kamer op, want je behandelt elke patiënt, ongeacht wat ze hebben. Dus ongeacht hoe ziek ze zijn, hoe groot het risico is dat je zelf loopt, je gaat die kamer binnen, je trekt het pak aan. Nu zit Melissa bijna een jaar ernstig ziek thuis en is haar wereld niet veel groter dan haar bank. Ja, het is dat ik zo moe ben, zo uitgeput ben, dat ik niet meer mijn vork op kan tillen om te eten. Dat ik zittend moet douchen. Dat ik gebruik maak van hulpmiddelen. Dat ik überhaupt gewoon niet meer zelfstandig voor mezelf kan zorgen. Ik ben in alles invalide geworden. En ik heb met elke beweging die ik maak last ervan. Met elke ademhaling heb ik er last van. Mijn COVID is gewoon nooit overgegaan. Mijn ouders zorgen voor me, want ik kan gewoon niet zelfstandig voor mezelf zorgen. Ja, niet het leven dat je als 29-jarige wil hebben. Ergens voelt dat wel een beetje als een trap na. Dat we ons best hebben gedaan om te zorgen voor anderen. Het prijskaartje is voor mij dat ik mijn leven volledig kwijt ben. Dat ik mijn gezondheid kwijt ben, mijn werk in het ziekenhuis ben kwijtgeraakt. Het geeft heel veel angst. Ja. Angst dat ik nooit het leven ga kunnen hebben wat ik zo graag wil. En waar ik zo hard voor aan het werk was. Ik heb geen tijd om 10 jaar te wachten tot ze ooit een behandeling gaan vinden. Ik wil carrière maken, ik wil een gezin beginnen. Mijn hele toekomstperspectief staat in één klap op losse schroeven. Ja. En mensen hebben vaak geen idee hoe heftig dat is. Dit is niet het prijskaartje dat ik hoor te krijgen voor het helpen van mensen, nee. En ik heb het met alle liefde gedaan, maar ik hoop wel dat wij nu ook geholpen worden in plaats van dat wij alleen maar andere mensen geholpen hebben.
Deze week werd bekend dat er een compensatieregeling komt voor zorgmedewerkers die in maart tot en met juni 2020 werden besmet. De eerste golf. Daarmee valt Melissa en vele anderen buiten de boot. Ik ben er niet blij mee. Ze hebben het alleen gefixeerd op zorgmedewerkers van maart tot en met juni 2020. Dus daar val ik buiten. We konden wel applaus krijgen, maar van applaus gaan we niet rondkomen. Van applaus kan ik mijn vaste lasten niet betalen. Van applaus word ik al helemaal niet beter. Dus bedankt voor het applaus, maar we hebben er echt helemaal niks aan. Nog steeds bij mij in de studio longarts dokter Loes Rijzenbeek-Nouwens. Ja, dit gaat je echt aan het hart als je dat verhaal van Melissa hoort. Is het nou al bekend hoe het komt dat mensen zo ziek worden? Gelukkig wordt er heel veel onderzoek gedaan en zijn er ondertussen een aantal theorieën ontwikkeld waar het allemaal mee te maken heeft. Ik zal het heel kort doornemen. In wezen moet je bedenken dat die virus enorm veel schade heeft aangericht in het lichaam. En dan kan het één zijn dat er nog langdurig virusdeeltjes aanwezig zijn. Zij zegt ook, het is nooit opgehouden. Het kan zijn dat het afweersysteem ongelooflijk in de war is geraakt en ofwel hyperreactief is, ofwel helemaal burn-out is. Het kan zijn dat de darmflora, wat we noemen het microbioom, totaal van slag is. En dat heeft ook weer direct met je totale gezondheid te maken. Het kan zijn dat er enorme schade is, met name in de hele kleine vaten die zorgen voor de toevoer van zuurstof tot in het diepe weefselniveau, dat die beschadigd zijn en dat er klonters zijn waardoor het niet doorkomt. En het kan zijn dat er sprake is wat we noemen zogenaamde autonome disautonomie. Dat wil zeggen dat het hele neurale, het hele zenuwstelsel, wat altijd bezig is om ons te helpen in het doen van bewegingen en ons ook weer rust te gunnen om te herstellen, dat volledig ontregeld is. Ja. En dat zie je met name bij haar. Dat maakt dat je ontzettend moe bent, dat je niet goed kan lopen, dat je niet je hoofd erbij kan houden, dat je niet kan doen wat je wil. Dus ik denk dat dat bij haar enorm speelt. Ja, nou ja, dat is een ramp om te zien. En ik kom zo bij u terug. Want Melissa en Ingrid zijn helaas niet de enige in Nederland die hier last van hebben. Het gaat in totaal om een groep van zo'n 300.000 mensen die last hebben van post-COVID. En minstens 26.000 van hen lijden aan een zeer ernstige vorm daarvan, waardoor ze niet of steeds maar deels kunnen werken. En ongeveer een derde van hen werkt in de zorg. Dat zijn ruim 6700 mensen. En ruim 2600 mensen die werken in het onderwijs. Nou, van de mensen met post-COVID is 34% helemaal niet in staat om nog te werken. 45% werkt minder dan de helft van wat ze eerst deden. En 21% blijft ondanks de ernstige ziekte toch aan het werk. Ja, mevrouw Rijzenbeek, 80% van de mensen is dus niet in staat om te werken. Wat is het perspectief voor deze groep? Worden er ook mensen weer beter? Ja. Godzijdank wel. Ja. Melissa is een jaar ziek. Ik heb voor haar nog alle hoop dat er nog mogelijkheden zijn. Dat wil ik eigenlijk als eerste uitspreken. Maar wat heel erg belangrijk is, is dat ze terecht moet kunnen komen bij mensen die er verstand van hebben en die haar stapje voor stapje mee kunnen nemen om eerst heel erg duidelijk te hebben wat nou bij haar specifiek het grootste probleem is en wat daar de meest toegespitste behandeling is. En dat kan dus zijn dat zij juist eerst paramedische behandeling moet hebben van een ergotherapeut die met haar stapje voor stapje, met inbouwen van de rust, zoals we ook bij de vorige patiënten hebben gezien, steeds rust en dan weer een stapje verder aan het werk gaat. Of dat er juist een heel ander gebied opgezocht moet worden. Want is er al medicatie hiervoor of hiertegen? Er is nog niet de wonderpil. Dat zouden we heel graag willen. We weten dat, er wel andere medicatie is voor andere ziektebeelden die mogelijk een rol kunnen spelen. Maar we kunnen eigenlijk grofweg zeggen dat er nog steeds geen goed zorgvuldig wetenschappelijk onderzoek is wat een uitgesproken mening heeft over medicatie bij de COVID. En wordt er voldoende geïnvesteerd dan in onderzoek doen? Is dit probleem breed genoeg erkend? Nog niet. Dat is het grote probleem. Daarom is het heel fijn dat we daar hier over kunnen spreken. Ja. Eigenlijk kan je zeggen van, nou,
De acute COVID, daar is enorm in geïnvesteerd. En we hebben in ieder geval gemerkt met de vaccinatie en met de behandeling dat we dat probleem beter kennen en beter aankunnen. En dit is de volgende pandemie. En het is dan minder groot dan in het begin. Maar de ellende is heel langdurend en heel erg invasief. Want het is niet alleen het hebben van klachten, maar natuurlijk ook niet meer kunnen werken. Ja. En precies wat we hebben gezien. En nu komt het veel voor bij mensen dus in het onderwijs, in de zorg. Wat is de reden daarvoor? Direct contact natuurlijk met bronnen. Dat er nog geen beschermingsmiddelen waren, eigenlijk nog geen vaccinaties. Precies. En we denken nu dat we allemaal er immuun voor zijn. En dat is natuurlijk eigenlijk helemaal niet zo. In wezen is er nog steeds COVID onder ons. En moeten we nog steeds heel erg voorzichtig zijn. Maar we zijn niet meer zo voorzichtig. Omdat we gemerkt hebben dat het ook belangrijk is om het leven weer op te kunnen pakken. Ja, natuurlijk. Ja. Zijn er ook eigenlijk bepaalde risicofactoren waardoor je de kans groter is om post-COVID te krijgen? Ja. Nou, dat is een hele belangrijke vraag, want dat is natuurlijk belangrijk voor de mensen thuis ook. Mensen die al eerder een ernstige infectie hebben gehad, die hebben eigenlijk een grotere kans dat met die post-COVID of met die COVID opnieuw hun hele afweersysteem zo door de war wordt gerammeld dat ze ernstiger ziek zijn. Het zijn ook mensen met bindweefselstoornissen die een grotere kans hebben, diabetes mellitus. Ook mensen met ADHD. Dat is interessant. En er zijn waarschijnlijk nog meer groepen waarvan we het niet precies weten, maar ja, daar is ook juist ook het onderzoek heel erg belangrijk voor. Juist, ja. Nou, u noemde het net al zojuist. U zei, het is niet alleen de ziekte, maar natuurlijk ook het feit dat je thuis zit, dat eigenlijk je hele leven stilstaat. De gevolgen zijn heel erg groot. En de vakbonden, die komen dan ook op voor deze groep. De FNV heeft een kort geding aangespannen dat op 17 februari dient. Op deze manier wil de FNV financiële compensatie afdwingen voor zorgmedewerkers met long-covid. Zij zijn ziek geworden in het eerste coronajaar. In het jaar waarin de overheid hopeloos beleid heeft gevoerd op de bescherming van zorgpersoneel en overigens ook in andere cruciale beroepen. Wij vinden dat ze hun zorgplicht richting de zorgmedewerkers met name niet zijn nagekomen en daardoor aansprakelijk zijn voor hun financiële schade. Het compensatie van €23.000 die wij vragen per persoon is wat dat betreft ook pas het begin. Nu komt de minister met een aankondiging van een regeling waar ze bijvoorbeeld de hoogte van het bedrag weer niet in zegt. En ook zegt het is maar voor alleen de eerste golf. Nou, daar zijn wij het niet mee eens. Dus wat dat betreft, ondanks de toezeggingen van de minister van dit moment, handhaven wij in principe ons kort geding nog steeds. Ze heeft de mensen in de zorg heel erg in de steek gelaten, terwijl zij de minister is die over de arbeidsmarkt en dus de mensen die werken in de zorg gaat. Daar hoort zij pal voor te staan. Dat doet ze niet. Ze doet het tegenovergestelde. En nog steeds zie ik ook geen enkele empathie of excuus over hoe zij de mensen heeft behandeld, ook niet in haar uitingen. Je zult als samenleving ook verder moeten nadenken over wat kunnen we voor mensen betekenen die met long-covid-klachten zijn achtergebleven. Want dat zijn vaak jonge mensen, het zijn vaak vergeten groepen, stagiaires, studenten. Daar hebben we wel als samenleving ook een oplossing voor te bedenken. Voorzitter Tamar van Gelder van de Algemene Onderwijsbond vertelt hoe groot het probleem is bij haar achterban. Het onderwijs dus. Mensen zitten thuis, kunnen heel weinig doen of gedeeltelijk thuis. Zijn in inkomen achteruit gegaan en maken veel kosten. En wij maken ons echt zorgen over deze groep, want daar is nog niks voor geregeld. Nou, er is de hele tijd gezet. Het is een cruciaal beroep. We hebben het echt nodig. En dat merken de ouders ook thuis, hè, met al wat thuisonderwijs. Een cruciaal beroep en daar gaan we extra voor zorgen. Nou, die extra zorgen hebben we eigenlijk helemaal niet gemerkt. Dus zou je kunnen zeggen dat ze nalatig zijn geweest voor deze groep. Ik vind het geweldig dat voor die collega's in de zorg, ook zo'n cruciaal beroep, er in ieder geval aandacht voor is en dat er een regeling getroffen wordt. En of dat voldoende is, gaan we nog zien. Maar voor de onderwijs, de collega's in het onderwijs, is er nog niks geregeld. En dat moet echt gebeuren. Ja, het is duidelijk. De werkgevers die vinden dat de overheid aan zet is. Dus ik ging naar Den Haag.
Minister Helder, de verhalen die wij ontvangen van mensen met post-covid, die gaan echt door merg en been. Mensen zijn hun leven kwijtgeraakt, zitten thuis. Nu zegt u, deze regeling geldt voor mensen die in de eerste golf besmet zijn geraakt. Maar ook daarna is het kabinet een beroep blijven doen op mensen in de zorg. Was er nog steeds geen vaccinatie beschikbaar. Dus wat zegt u tegen de mensen die in die tweede of derde golf besmet zijn geraakt? Hebben zij gewoon pech? Nee, maar de situatie bij het begin van de tweede golf was natuurlijk een hele andere. Toen waren de werkwijzen veel meer op orde. De schaarste van de beschermingsmiddelen was ook opgelost. Er was veel meer bekend. Het ging in de eerste golf echt erom dat medewerkers meer dan maatschappelijk een risico liepen vanwege het feit dat zij hebben doorgewerkt zonder dat het bekend was. Maar als dat zo is, en ik volg uw redenering, dan zou het toch ook moeten zijn dat er minder mensen ziek waren geworden in die tweede golf. En dat is niet zo. Er zijn ook heel veel zorgmedewerkers die in die tweede golf besmet zijn geraakt, terwijl zij met hun handen aan het bed stonden bij zieke mensen, ondanks dat er meer bescherming was. Er zijn heel veel mensen ziek geworden van dit virus, want het is een heel besmettelijk virus. Dus waarom trekt u dan die lijn? Een ziekmakend virus. En in dit geval maken we met deze vergoeding echt een onderscheid in die. Omdat in die eerste golf echt de situatie anders was. De vakbonden zeggen dat is onterecht. Daar maken we af. Ja, dat is uw mening. Maar dat is de mening van de vakbond. Ja, dat is goed, maar we gaan met elkaar over in gesprek. Maar als het gaat om die afbakening, hebben we daar als kabinet heel ruim over gesproken. Dit besluit hebben we genomen. Dit is de regeling die ik nu ga regelen. Meneer Wiersma, mag ik u een vraag stellen? Ja, dat is goed. Dat is goed. Het gaat over alle mensen die nu thuis zitten met post-covid. Waarvoor minister Helder nu met een publieke regeling komt ter compensatie. En dat geldt voor zorgmedewerkers. En mijn vraag is, gaat dit ook gelden voor leraren die ziek thuis zijn komen te zitten en nu niks meer kunnen? In het onderwijs is de discussie eigenlijk toch veel minder ver. Daar is dat gesprek met die werkgevers in die zin niet geweest. Daar is ook nog niet de verantwoordelijkheid daarvoor genomen. In het onderwijs weten we überhaupt niet hoe groot die groep precies is. Nou, dat weet ik wel. Het zijn ongeveer 3000 mensen. En de vraag is... Nou, wij weten dat niet. Wij weten dat nog niet. Oké, nou dat vind ik dan wel bijzonder. Je ziet nu in de zorg dat je dat voor een heel specifieke geval dat doet. En dan stelt u terecht de vraag, gaan we dat voor het onderwijs ook doen? Ja. Dan stelt daarna de politie ook terecht de vraag, gaan we dat voor de politie ook doen? Ja. En daarom is het belangrijk dat we dit ook, en ook vanuit de minister van Sociale Zaken, moeten kijken met al die werkgevers en werknemers, wat past daar nou het beste bij? En daar heb ik niet het huidige antwoord voor je. Oké, maar gaat u daarover in gesprek met uw collega-ministers en eventueel dus ook met de werkgevers? Ja, ook van onze onderwijsbonden horen we dat hier mensen daadwerkelijk last van hebben en dat echt een serieus probleem is. Ja, maar u kunt de toezegging doen dat u dat gesprek aangaat. Dat gesprek voeren we, maar ik ben ook voorzichtig in wanneer en wat eruit komt. Ja, nou hartelijk dank. Fijn. Mevrouw Rijsenbeek, minister Helder maakt dus heel duidelijk onderscheid tussen medewerkers in de zorg die in de eerste golf ziek zijn geworden en daarna, zoals Melissa, die dus eigenlijk nu niet binnen deze vergoeding valt. Vindt u dat terecht? Zeer onterecht. Ik denk dat we niet kunnen maken dat we mensen als Melissa, die zich in hebben gezet in de zorg, in de steek laten. Ik pleit voor zorg voor alle mensen die op zo'n dodelijke manier ziek zijn dat ze uit het arbeidsproces zijn gevallen. Ik denk dat zijn we aan de mensen zelf verplicht, maar zeker ook aan de maatschappij, omdat er een enorm potentieel aan arbeidskracht verloren gaat op deze manier. Afgezien nog van het persoonlijk leed, wat niet om aan te zien is. Ja, want het wordt veel gesproken over geld, maar ik kan me voorstellen dat het ook een blijk van erkenning is voor deze mensen. Het is een erkenning, het is een kijken naar wat er echt aan de hand is. En er is nog veel te weinig kennis. Het wordt nog weggedaan, ach ja, die moeten niet aanstellen, ze moeten maar een beetje hun best doen. Terwijl het echt een hele ernstige ziekte is, die zeer invasief is op alle gebieden en waar gelukkig toch hoop is dat als je dat heel voorzichtig en met kennis aanpakt, dat je een eind verder kan komen. We kunnen niet garanderen dat iedereen natuurlijk helemaal geneest, maar we weten in ieder geval dat er punten zijn waarmee je een stukje verder kan komen. En maatwerk is heel erg belangrijk voor deze groep patiënten. Ja, u zegt, er zou meer kennis moeten komen, meer maatwerk. Het is een urgent probleem, er is nog te weinig aandacht voor. Als u het voor het zeggen had, waar moeten we dan nu in investeren? Wat moet er gebeuren?
Ja, er moeten verschillende dingen gebeuren. Op de eerste plaats moet er absoluut meer onderzoek komen, wetenschappelijk onderzoek, niet alleen naar de mechanismen, want daar weten we nu al iets van, maar met name ook naar de verschillende behandelmogelijkheden. We moeten die persoonlijke hulp op maat, waar ik het net over had, die denk ik dat we die in de nabije toekomst, en liever vandaag dan morgen, vorm moeten gaan geven in expertisecentra. Melissa zou daar de eerste patiënt voor kunnen zijn, in mijn idee. Mm. Omdat daar in die expertisecentra dan juist die kennis gebundeld moet worden. En ook de mogelijkheden om zo goed mogelijk een diagnostiek te doen. Dat is nog een groot probleem, die diagnostiek. Want nu stellen we die diagnose op basis van het verhaal. Ja. En waar we ook naartoe moeten is dat we zogenaamde biomarkers krijgen. Juist. Op basis waarvan we echt zeggen, dat is het. En dat kunnen we vervolgen, zodat we zien hoe het verloop is. Tot slot nog heel kort. Dit speelt natuurlijk al een hele lange tijd. Mensen willen heel graag duidelijkheid. Hoe lang denkt u dat het nog gaat duren? Ziet u het tij keren? Een lange tijd is heel relatief. 3 jaar geleden hadden we nog nooit over deze ziekte gehoord. Maar als je ziek bent en niet vooruit kan, is elke minuut te lang. Laat staan een dag of een week. Ik denk dat als we met dezelfde vliegende vaart, zoals we de COVID op zich, de coronabesmetting op zich hebben aangepakt, ook de post-COVID aan zouden pakken, dat we dan binnen een jaar weer een heel stuk verder zijn. De laatste jaren hebben we ook enorme ontwikkelingen doorgemaakt. Dus als we zo doorgaan, dan komen we er wel in ieder geval een stuk verder. Hartelijk dank voor uw uitleg en uw komst. Graag gedaan. Nou, de datum voor het kort geding van de FNV staat nog steeds op 17 februari. We hopen dat de minister snel in gesprek gaat met alle partijen. Wij blijven het in ieder geval op de voet volgen. Wil jij meer informatie over wat C-Support voor jou kan betekenen? Ga dan naar onze site.